This is Usain Bolt, the fastest man in the world, and I want to wish the Belgium team good luck with the game with Scotland. I'd like to tell the fans, go out and support. It's going to be a good game, and it's going to be great. So go out and support. Looking forward to it. Red Devils. Red Devils Denterham vertrekken vandaag naar Schotland voor de wedstrijd mee te volgen. We kijken er allemaal al een tijdje naar uit. Vooral ook omdat Schotland en Engeland zijn zo de bakermat van voetbal. En we zijn ervan overtuigd dat we de kwalificatie zullen binnen over het WK. Aangezien dat Serven gaan winnen tegen Kroatië. Die mannen, hè? De bak per man, hè? Geliefde dame, ik zie dat jongetje denkt, hij zit ook tegen de bak drank. Niet? De bak per man, en als je weer een keer nee, weer een bak per man. Maar wat ben je? Ga je mee naar de voetbal? Nee, nee. Maar ze wel niet. Ze wel niet. Maar wat met scootjes, hè? Ja, dat is voor de man, nee, ja. Dat is een mannetje gaan, hè. Zoetje, zoetje. Zullen jullie zien? Dat is goed. Allee. Hé, hé. We gaan voor de hoed. Love you, love you. Dat is goed. Leerdienst te doen en dan vandaag doe ik mijn leerdienst. Ik kwam uit het vaderland. Steun. Brazilië, want dat allemaal niet. Ja, maatje. We zijn 10 kilometer ver met 2 puntjes erop. We moeten 1500 kilometer heen, zodat dat betekent. Kort erheen. Je bent niet goed. Dat mogen we gaan zien. Zie. Typical football so far, isn't it? Good spirits, yeah, not a problem. Yeah, just enjoying it. We want to be free. Ladies and gentlemen, United Kingdom immigration laws require that all. Tartan Army, de Schotten, is het meest bekende supporterslegioen van gans de wereld. En het gevoel dat er nu is met de Rode Duivels, is dat ook het Rode Leger overal aanwezig zal zijn. Eigenlijk een thuiswedstrijd. En als je die dan weer kan afzetten, dan geeft dat weer een ongelooflijke stimulans voor Kroatië. Wat er allemaal gebeurt in België is eigenlijk te zot voor woorden. Heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt, zo'n collectieve landgekte. Zelfs toen ik klein was, toen ik supporterde voor de Belgen. Voor deze groep is eigenlijk een beetje de sky limit. C'était incroyable. Jamais vu de ma vie 10 000 supporters belges. Vous vous promenez à Glasgow, il y a des supporters partout. Dans le stade, il y avait des supporters belges partout, dans tous les coins du stade, même derrière moi. Pas un seul incident. Les stewards qui étaient impressionnés par les supporters belges, qui en effet maintenant sont tous unis dans la même passion, la même ferveur. Fantastique, quoi. Fantastique. Une reprise par 10 000 supporters belges, d'abord je me pince, je me dis est-ce que c'est bien vrai ce que j'entends, et puis je suis ému, parce que je n'ai jamais entendu ça depuis 30 ans, je me dis c'est incroyable, ça revient maintenant, ce sentiment patriotique, Belgique, Belgium, les couleurs, les gens qui ont du noir, jaune, rouge sur les joues, les drapeaux partout, une ambiance de folie. Thank you.
en ik... Coup d'envoi de ce match Écosse-Belgique au commentaire Thierry Luters, Manuel Jousse. Ah oui, vous entendez l'ambiance ici, le tous ensemble qui résonne. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. C'est l'Écosse qui va mettre le ballon en jeu. Voilà, c'est parti.